Hi, ik ben Lilian, 38 jaar. En ik wil jullie heel graag meenemen op een bijzonder, persoonlijk, maar vooral spannend avontuur. Ik heb namelijk de keuze gemaakt om alleenstaand moeder te worden. Oh, ik heb zoveel last van extreme hoofdpijnen. Sinds gisteren al, de hele dag, kon geen paracetamol tegenop. Het is nu nog niet heel veel beter. Ik denk toch misschien even iets te veel hooi op mijn vork. En ik ben ook nog gewoon aan het werk. Dus ik heb me gisteren echt door de dag heen zitten buffelen. Was het ook nog eens 27 graden. Hoor je me normaal niet over klagen, maar nu kwam het even niet heel goed uit. Ik hoorde allemaal gezellige geluiden buiten. En bootjes en mensen op het terras. En ik dacht alleen maar, ik wil mijn gordijnen dicht doen. En het zo cool mogelijk houden binnen. En ik heb tussendoor nog even geslapen. Want ja, het ging gewoon even niet. Ik heb geen idee. Ik denk, ik heb een soort van kortsluiting in mijn hoofd. Dus ik ben niet helemaal lekker. Ik hoop wel echt dat dat vandaag een beetje wegtrekt. En ik word elk moment gebeld en dan wordt de bank bezorgd. Dus dan chase ik even op en neer. En zoals je ziet achter me is alles zo goed als ingepakt. Ik heb vanavond alleen nog en dan morgen vroeg. Ik ben ook elke ochtend echt om 6 uur wakker. Dus dat zal misschien ook wel meespelen. En dan ga ik de laatste dingetjes doen. En dan is morgen de big day. Ik ben echt zo benieuwd hoe het allemaal eruit gaat zien. En de schilder was in één dag klaar. Dus ik heb het een deel gezien. En nu het helemaal opgedroogd is. Dus dat ga ik straks ook zien. Heel erg benieuwd. En dan hoop ik dat alles een beetje mooi bij elkaar staat. En mijn vader die had daar geslapen met de schilder. Want het is een goede vriend van hem. En die hebben de hele nacht wakker gelegen van de kerkklokken. Daar ga ik ongeveer naast wonen. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe mijn nachtrust hierna gaat zijn. Ik heb nu elke keer tetterende ganzen vanaf 6 uur 's ochtends. Dus misschien dat ik er niet op vooruit ga. Maar goed, dat gaan we meemaken. Ik ga nog even vlug wat werken en dan straks een home tour. It's moving time! Ik heb echt zoveel zin om te verhuizen. Ik was ook iets over 5:30 al wakker. Ik loop natuurlijk te stuiteren als een stuiterbal. En ik ben best wel wat druk geweest vanochtend. De verhuis zouden om 10 uur komen, maar die zijn een half uur te laat. Dat zul je altijd zien. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Maar geef me de kans om eigenlijk nog een beetje lekker in mijn vensterbank te genieten. Voor de laatste keer van het onwijs mooie uitzicht hier aan de Vecht. Dat ga ik echt heel erg missen. Maar voor de rest heb ik echt onwijs veel zin in. My whole life ingepakt. Dag leuk studiootje. Erg naar mijn zin gehad hier. 2,5 jaar lang. Nou, ik ben over. Ik ben echt super blij. De verhuizing heb ik achter de rug. Het zit erop. Ik heb net de laatste 2 keer nog met mijn eigen auto moeten rijden om spullen op te halen. Maar ik moet nu... Het is 1 grote teringbende. En ik denk dat ik de hele dag en zondag wel druk ben met uitpakken. Ik zal het even laten zien. Oh god. En ik ben al bezig geweest. Maar dit is toch niet normaal? Wat een troep kan een mens hebben. Oké, nou, aan de slag. Het ging overigens niet helemaal volgens plan, de verhuizing. Dat zal je altijd zien. En vanochtend werd ik wakker om 6 uur en ik schrik in één keer wakker. Of ik schrik in één keer en ik denk, waar is eigenlijk mijn roze doos en mijn planten en mijn kratjes die ik er allemaal neer heb gezet? Hebben ze het gewoon laten staan? Dat hoor ik dus net van de eigenaar van het pand. Dus ik ga nu even bellen. Goedemorgen. Zo, het voelt dit lekker zeg. Een huis dat af is. Helemaal van mezelf. Het ging super snel. Ik had dinsdag de sleuteloverdracht en tekenen bij de notaris. Woensdag was de schilder hier en die was in 1 dag klaar. Vrijdag verhuizen en alvast met een vriendin wat uitpakken. Zaterdag kwam mijn zus met mijn zwager. Ook helpen, wat klussen en de rest uitpakken. En tada! Het is gewoon al klaar. Het is echt... Fantastisch, ik ga het even laten zien. Hier moet ik nog heel veel aan doen. Dat wordt hopelijk ooit de babykamer. Dat komt allemaal later. Badkamer, echt helemaal af. Fantastisch. En de slaapkamer. Heel veel inbouwkasten, daar ben ik zo blij mee. En dan heb ik nog een lekker dakterras. Op het zuiden. Maar zoals je ziet moet ik die ook nog helemaal gaan aankleden. Happy me!
keuken. Een hele strakke keuken. Grijs, maar ik heb roze muren. Echt fantastisch vind ik dat. Nieuwe bank. Bij zitten ben ik echt heel erg blij mee. En mijn werkplek. En een open haard. Hoe fantastisch is dat? Ik moet nog even wennen aan de marmeren vloer. Maar goed, als ik daar niet aan kan wennen, dan lijkt me dat een heel leuk volgend projectje.